La 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 la. Scheurende gitaren in Café Samsam gisteravond. Het was een van de 27 locaties van de Popronde Breda. Ja, de Popronde is een reizend festival door heel Nederland. We doen 31 steden aan en we zijn nu in het allerlaatste reguliere weekend eigenlijk van dit jaar. En de kick-off van dat allerlaatste weekend is in Breda vanavond. Bij de Popronde zie je geen bekende bands. Het gaat er juist om dat nieuw talent een kans krijgt om zich te presenteren aan het publiek. We hebben al verschillende bandjes gezien. Was heel erg leuk. Heel gezellig. Echt een goed initiatief ook. Ik vind het leuk dat het kleinschalig is. Je kan leuke nieuwe muziek ontdekken. Je komt af en toe plekken waar je nooit eerder bent geweest. En het is gezellig. Vanavond zie je de beste bands van morgen, zeggen we altijd. Bijvoorbeeld in het verleden hebben we Raccoon gehad die mee heeft gedaan. We hebben Kensington, De Staat, Go Back to the Zoo, Chef Special, Dotan. Noem ze maar op. Al die mensen die nu op de grote festivals, op de grote podia staan, hebben ooit aan het begin van hun carrière meegedaan met de Popronde. Hoe is het om mee te doen aan de Popronde? Vooral leuk, maar ook vermoeiend. Soms 3 avonden achter elkaar heel laat thuis. Het zijn korte nachten, maar het is allemaal de moeite waard. Je leert heel veel van, je ontmoet mensen en het is wel echt leuk. Het is heel verslavend. Ik vind het nog steeds leuk. Waarom weet ik niet. Maar ja, ik geniet er met volle teugen van. Behalve in veel kroegen werd er ook op een aantal minder voor de hand liggende plekken gespeeld. Heel veel mensen die zeggen, hier en daar, de kroeg hier en daar, ik kom uit Breda, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, dat is inderdaad een kapperszaak waar een bandje speelt. Een kapperszaak is natuurlijk niet de meest gangbare locatie voor een concert. Ja, maar daarom juist, weet je, even een andere draai eraan. Weet je, de muziek brengt mensen bij elkaar ook en dat is in de kapperszaak hetzelfde, toch? Ja, het hoort bij Popronde, gekke locaties, maar ik vind het grappig. Het is een mooie zaak, met veel ruimte en leuk. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk om op dit soort plekken leuk naar een beetje te kijken. Ik ben hier toevallig vorige week naar de kapper geweest.